Wie vanochtend al vroeg uit de veren moest, kon zijn plicht vervullen bij de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Net als de meeste stemlocaties was het stadhuis geopend om 7:30. Stemmers kunnen tot vanavond 9 uur kiezen uit een van de 26 politieke partijen. Is het heel belangrijk om te stemmen? Ja. Ja, als je het kan. Er zijn zoveel landen waar het niet mogelijk is. Dus het is natuurlijk heel fijn als je een stem hebt. En dan moet je hem ook gebruiken. Ja, je moet zelf natuurlijk ook nog gaan stemmen, hè? Komt gelijk op beeld ook. Kijk, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nee, uitstekend. Helemaal goed. Alsjeblieft. Dank u wel. Eerst helemaal uitvouwen natuurlijk. Zo. Hoeveel mensen zijn er nu gekomen ongeveer? Er zijn nu op dit moment, dat moet ik even spieken, 7 mensen gekomen. En we verwachten, maar dat is een beetje op mijn eerdere ervaringen, dat er hier misschien ook alweer 1200, 1300 mensen voorbij komen vandaag aan deze tafel. Maar ik moest en zou hier in het stadhuis stemmen. Ja, waarom stadhuis? Nou, dat is zo'n prachtig gebouw. Daar moet ik gewoon. Dat is zo uniek in Groningen. Daar wil ik heel graag zijn. U hoopt natuurlijk wel op het bureau C natuurlijk, stembureau C. Want dat is natuurlijk een trouwlocatie. Wist u dat? Dat wist ik. Oh nee! U heeft C. Nou, geluk in de liefde, laten we het hopen. Ja. En vooral vrede, jongens. We willen een goede nieuwe samenleving met heel veel verbinding. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en van wie heeft u... Mijn dochter, ja. Dan kon zij niet vandaag stemmen? Nee, ze woont op dit moment in het buitenland. Dus vandaar. Of tenminste, is ze tijdelijk in het buitenland, dus ze kan niet stemmen. Dus dan doe ik het voor haar. Het is heel mooi. Er was net een soort roze gloed over Groningen heen. Ik denk, vandaag is een prachtige dag om te stemmen. Zeker voor mij als kunstenaar is het belangrijk dat ik daarin ook voor mijn eigen toekomst stem, maar ook denk aan de andere mensen om me heen. Kan je prijs geven wie dat is? Ja, voor bijeen. Ik ga vandaag voor bijeen stemmen. Tweede op de lijst, vrouw van kleur. Dus ik denk dat we dan het hele plaatje compleet hebben. Later op de ochtend waren er ook al Woltersummers te vinden in het dorpshuis De Bongert. Het stemlokaal was niet druk, maar de sfeer, die was heel gemoedelijk. Ja, we worden goed ontvangen hier. Ja, lekker. Ja. Nou, we hebben inmiddels al 10 stempassen, dus 10 stemmers gehad. De opkomst is meestal wel vrij stabiel. In Woltersum wordt wel heel trouw gestemd. Maar het is altijd wel zo'n 200 stemmen halen we hier wel binnen, tussen de 150 en de 200. En wat voor onderwerpen vond u belangrijk om mee te wegen in uw stem, zeg maar? Nou, milieu sowieso. En dan heb je nog de jeugd. Het jeugdloon, zeg maar. Dat vind ik ook wel belangrijk. En dus dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die ik wel echt belangrijk vind. Ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk, maar we kunnen wel voor deze kamer stemmen. Maar we hebben ook een andere kamer. En dat moet ook allemaal door. Dus het maakt niks uit.